We zijn een spelletje aan het spelen, waardoor de eerstejaars nou de school een beetje kunnen leren kennen. Waar zijn jullie ermee? Bijna op de helft. Wat hebben jullie voor vragen? Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we hadden een puzzeltocht door de school en die is nu klaar. Heb je goed ingevuld of niet? Ja, we hebben niet eens alles afgemaakt, maar we hebben wel de vragen al bedacht. Dus. En daar gaat het toch om, of niet? Ja. Want waarom organiseren jullie deze tocht? Omdat het moet. Die is georganiseerd. Oh, dan bevalt het een beetje allemaal, of niet? Ja. De sfeer is echt heel dood. Ze hebben er volgens mij geen zin meer in. Dat was vannacht niet zo, hoor. Nou, toen ging het dak eraf volgens mij. Aflevering van De Wereld Draait Door. Want we hebben ze gebeld en ze wouden ons het antwoord niet geven. Ik gok. 25. Dat doe je gewoon 35.000. Concurrentie. Wat zijn jullie allemaal aan het doen dan? We hebben het antwoord, we hebben de vragen al. We hebben gewoon goed nagedacht. We zijn dus even aan het onderzoeken hoeveel één aflevering van De Wereld Draait Door kost. Precies. Er is hier een workshop over schone schijn heet het, geloof ik. Het gaat over, gaan ze discussiëren met elkaar. Ze zijn nou aan het discussiëren over subculturen, zeg maar gothics en dat soort. Over mij en zo. Ja, ook over jou en over mij, wij als student zijnde en zo. Dus het is best leuk. Want waarvoor dient het nou? Ik heb geen flauw idee. Nee, dat weet volgens mij niemand hè, waar het voor dient. Nee, maar volgens mij is het ook gewoon puur om de groep een beetje aan elkaar te laten wennen en dat ze een beetje discussiëren. Want dat komt nogal moeilijk op gang meestal. Ja, maar dat draait het bij onze school toch om? Hoe bedoel je dat? Discussiëren tijdens PGO-sessies en zo. Ja, ik vind wel, ze zijn nou goed bezig. Ik vind ze zijn wel actief, niet iedereen, maar dus het grootste deel doet wel leuk mee. Dus ik vind wel dat ze het goed doen eigenlijk. In ieder geval onze groep. Oké, heel goed. Ga ik eventjes vragen. Marina Tjepkema. Ik zit daar niemand minder dan Marina Tjepkema. Marina, wat zijn we hier achter aan het doen in het lokaal? Studenten volgen hier een workshop. Dat heet Schoonheid en Schijn. In het Engels noemen we het zoiets als Beauty and Fake. Het is van Present Promotion. En Present Promotion is een samenwerking van diverse scholen, waaronder Stende Hogeschool en het Friesland College. Ik ben door iemand van Present Promotion benaderd via mijn Hives, die mijn profiel had gelezen. En die zei van, misschien is dat wel leuk voor jullie. Nou, toen hebben we dat eens even bekeken. En eigenlijk wat zij doen is, zij geven allerlei workshops. Dus eigenlijk voor studenten, van studenten. En daarvoor heb ik ze dus uitgenodigd om ze hier workshops te gaan geven. We hebben het een beetje in de studiestartweken ingepland. Dat leek ons gewoon de meest geschikte momenten voor een dergelijke workshop. Studenten moeten elkaar nog een beetje leren kennen. Ze leren ze kennis maken met in een werkvorm zitten en les krijgen. In dit geval dan wel van studenten, maar dat is de drempel ook al maakt de drempel wat lager. En omdat het ook over media gaat, vinden wij het wel gewoon goed passen. Of dit de voorbereiding was van PGO? En deze workshop is dan ter voorbereiding van PGO? Nee, het is niet helemaal ter voorbereiding van PGO. Het is meer van, hier zitten ook twee groepen bij elkaar. Dat ze ook een beetje kennis leren maken met elkaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het hoofddoel van de hele studiestartweek. Vooral veel lol maken en kennis maken met elkaar. Dus heel veel sociale activiteiten. Maar we vonden dit wel een leuke kans om... omdat het toch, wij vinden het gewoon leuk omdat het ook door studenten georganiseerd is voor studenten. Ze zitten een beetje op hetzelfde leeftijdsniveau. En ze hebben gewoon een workshop in elkaar gezet met diverse werkvormen. Waar ze het gaan hebben over cultuur en over wat vinden ze van media, wat de invloed daarvan is. Ze gaan met allerlei verschillende plaatjes gaan ze werken om te kijken van wat vinden we nou schoonheid en wat vinden we nou niet. En we hebben de workshop zelf ook gevolgd met ons organisatieteam, want we hadden ook nog het land van. En dus deze, maar deze vonden we dan het leukste, omdat het meer bij media past. Maar het is niet echt PGO, alhoewel je wel hier ook in een werkvorm zit en wel discussie en zo. Dus ze leren hier wel een beetje om een beetje voor hun mening uit te komen en wel hun mond open te doen. Ja, want een van de activiteiten is volgens mij ook een speurtocht hier door school. Ja. En dan heb ik één vraag. Hoeveel kost de aflevering van De Wereld Draait Door? Nou, dat mag ik nu wel zeggen. Hè? Nou, ongeveer 45.000 euro. Hadden we toch goed, Nou, kost ook een aflevering van Stende TV, dus we dachten al of zoiets. Ah, dat heb je heel goed ingeschat inderdaad. Nou, wij gaan door met het volgende item. Volgens mij is Jelma gisteren oud geweest. Jelma, wat gaan jullie vandaag doen? Slapen. Alleen maar slapen bijkomen van gisteren. Ja. Je hebt het wel nodig, hè? Ik zag je toch eventjes.
Oh, dat mag niet in, dat knippen we. Maar wat ga je vanavond doen? Wat heb je op het programma staan? Wij gaan straks nog met z'n allen PGO'en vanmiddag. We hebben tot 3:15 de tijd ervoor. En dan moeten we om 6:00 bij mij eten. Ja, kom. Ga jij koken? Nee, ik ga niet voor 14 mensen koken, dus iedereen die neemt gewoon wat mee. Oh, dat heb je goed geregeld. Ja, en daarna is er om 11:00 een feestje in de Fire Palace. En daar heb je heel veel zin in, of niet? Ik hou van de Fire, ja. Jij dan, Sanne, heb jij daar een beetje zin in? Nee, we hadden gisteren kroegtocht. Ja. En we begonnen in Koos. En toen gingen we naar St. Pieternus, toen naar Shooters, was echt vet leuk. En zeiden we, oh, we gaan wel even weer door. En toen wouden we naar Fire, dat stond ook op het lijstje, maar er zat gewoon echt geen hond. Dus die zijn we maar voorbij gegaan. Toen wouden we naar Noah, nou dan zit iedereen ook maar op het terrasje en een beetje te chillen. Nou ja, dan kom je uit je feeststemming, dus we zijn weer doorgelopen. Ik weet niet, Fire spreekt mij niet zo aan. Okay. Wat vind jij ervan, van Leeuwarden? Woon je er of niet? Nee, ik woon hier niet, maar ik kom hier wel vandaan. Oh, dus je kent het wel een beetje? Ik ken Leeuwarden wel, ja. En wat vind je er allemaal van de opleiding en zo? Ja, de opleiding? Nou, dat weet ik nog niet precies, maar het lijkt me heel leuk. Maar, nou, ik hoorde net iets anders.